Tof dat kijk naar deze video. Mijn naam is Wesley van westboy 1999 en vandaag weer een Planet Coaster aflevering. Elke week hebben we natuurlijk een Planet Coaster, of om de paar weken hebben we een Planet Coaster aflevering. Maar ik wil ook weer meer games gaan spelen naast Sims Planet Coaster. FIFA, FIFA blijft natuurlijk het hoofdstandaard ding of EA Sports zometeen. Maar ik wil ook weer GTA 5 online gaan spelen, dit kanaal. Dat gaat in de loop van het eind van het jaar gebeuren. Maar hou dus, als jullie dat niet willen missen, houd dus in de gaten. Een paar races misschien uh, gaan we doen. En misschien wat in de. Gewoon vrij, in de, de GTA-wereld. Gewoon lekker uh, een beetje kutten. Ja, helemaal leuk natuurlijk. Maar we gaan verder werken aan ons park. En ik vond wel weer tijd voor een achtbaan te plaatsen. Maar die grote achtbanen die werken uh, niet voor nu. Dus ik dacht, weet je, we zetten deze achtbaan neer. Dat lijkt me ook wel wat om. Uh, Even kijken, wat is dit? Hoe zetten we het een beetje schuin zo, tegenover, een beetje in het water. Want ik wil, zeg maar, de attractie door het water laten gaan. Daar bij die, uh, bij die piratenboot, zeg maar, qua decoratie. Zodat het doorgetrokken wordt. Dan even naar de ingang toe werken natuurlijk. Hoppakee, hop, 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 hop. Hop, even kijken. Ho, oh, dat gaat dan weer net niet. Zo jammer altijd, dat het niet werkt zoals je wil. Um, even kijken hoor. Dit moet even weghalen. Dit, even, dit deel even weg, zo. En dan moeten we, ja, zo, ja, toch wel de uitgang en dan de ingang. Dan moeten we dus met een bruggetje doen. Even kijken. Met een bruggetje. Want die paarden pakten niet, dus dan wordt het dit. Top, dan werkt het wel. En dan steeds stukje door, door. Nee, niet daar. We maken hier. We sluiten de ingang hier aan. Zo, top. Deze constructie. Maar we moeten hem nou testen. Dus ja, laten we dan eerst even een testritje maken. Anders kunnen we hem ook niet open ook. Uh, ik moet de kleuren van de achteraan nog aanpassen. Hoe gaat die achteraan eigenlijk? lijkt me wel vet. Hij gaat voor me eerst naar voren, dan gaat hij weer naar achteren. Dan kijkt hij naar voren. Hey, hier zien we het. Kijk, dan gaat hij naar achter En dan gaat hij naar voren. En dan maakt hij de snelheid. Neem ik aan. Zo, hoppakee. Ho, 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 ho. Draai. Kijk, en hier gaat hij dan door het water. En dat gaat zo meteen meer worden. Want um, dat ga ik zometeen allemaal uh, aanpassen en decoreren. Zoals het mooi naam mooi naam heeft. En hij gaat ook achteruit. Kijk, dat is ook mooi. Ook uh, op goede snelheid achteruit. En dan gaat hij daar nog een keer omhoog. En dan is hij dus klaar. Moet ik wel eens weer een achtbaan toegevoegd of het een soort, ja ik weet niet, een, keer een achtbaan noemen. Geen idee, maar we gaan hem wel openen. En dus ook even de kleuren aanpassen. Want het moet een beetje de kleuren zijn van ons kanaal natuurlijk. Hè? Uh, oranje en blauw, dat is de, de kleuren. Blauw, omdat mijn liever niet is in oranje. Ja, eigenlijk die combinatie. Ik heb hem ook in GTA al nu over GTA gesproken. Heb ik mijn auto's ook in or oranje en blauw. Ik weet nog niet als ik mijn GTA download. Ik je kan ook GTA online los downloaden, zeg ik. Ik weet dan ook niet of mijn gegevens van mijn Xbox One doorgaan. Dus dat ook alle gegevens en dingetjes. Ook overgezet worden dat ik daar dus allemaal behoud. Ik heb geen idee. Anders moet ik opnieuw beginnen met GTA Online. Ook geen probleem. Maakt mij op zich helemaal niks uit. Um, alleen moet ik dus wel weer uh, zoveel geld verdienen dat ik eigen auto's kan. Uh, een garage kan kopen en zo. Dat soort dingen enzovoort. Dat betekent veel races spelen, in ieder geval privé, in mijn privé tijd, maar ook in de video's. Maar dat gaan jullie al richting eind van het jaar zien. Eerst maar even genieten van de EA Sports FC, wat eraan gaat komen natuurlijk. En van de Sims 4 afleveringen en van de Planet Coaster afleveringen. Tenminste, als jullie dat nog leuk vinden, merk ik wel dat ze stukken minder bekeken worden dan de Career Modes. Maar um, ik, ja, ik upload gewoon waar ik plezier in heb. En dat heb ik nog steeds in deze games die ik nu upload. Sims 4, Planet Coaster, FIFA overige dingen komt natuurlijk ook weer uh, jullie hebben ook weer een voorspelling gehad van mij natuurlijk van Feyenoord tegen Psv. Op, men, op, men, op het moment dat ik dit opneem hebben ze nog niet gespeeld, maar op het moment dat ik dit upload hebben ze al gespeeld. dus ja hopen dat ze gewonnen hebben. En natuurlijk de voorspellingen en de wedstrijd na afleveringen. Ik weet niet of ik een voorspelling doe van mijn Eredivisie seizoen wat het gaat worden wie de eerste eindigt of zo, want ik heb ik niet echt de tijd voor om die video op te nemen. Nog steeds te maken met de privé situatie waar ik in zit. Um, maar goed, um, ik probeer zoveel mogelijk natuurlijk voor jullie te doen. Hier ging ik dus even werken aan het water onder de attractie door te gaan, laten gaan. Maar dan moeten we dus iets dieper maken. Dat betekent dat we dit even moeten induiken. Kijk, en zo gaan die palen mooi het water in. Zodat je dus, ja, en dan moet je een beetje effecten toevoegen ook aan, in het water. Waardoor dus water omhoog gespoten wordt. Even kijken hoor um, we kunnen ook eigenlijk een paardje door uh, hieronder door laten maken zodat we daar achter weer door kunnen naar een nieuwe attractie ik ga er zeker even naar kijken dat zou ook een mooi iets zijn natuurlijk voor de volgende aflevering ho oh, nee ik hoef geen ik moet hem juist in laten deuken ik moet hem niet hoger laten worden um, even kijken kijk zo wel zo is die goed hier een beetje in en dan daarbij die boot moet ook eigenlijk meer uh, naar beneden toe oh dat kan het niet Oh wel hier, kijk, hoppakee, top. Hier een beetje onderdoor, zo. Zo, hier, zo, hoppakee. Een soort riviertje creëren. Um, even kijken, hoor. wat kunnen we nou qua decoratie gaan doen? Want we hebben natuurlijk nu een beetje het water gehad, maar ik zocht natuurlijk nu die water-effecten erin. Deze, dat ronde dingetje, kijk, top. Die kan... Um... Eronder dat de mensen toch wel een beetje nat worden. Toch een soort waterattractie, hè. Twee, twee van die dingen, twee van die ringen in het water. Het uh, wat is dit? Nou, dat is wel een beetje te klein dingetje. Dat hebben we niks aan, dat ook niet. Oh, dit is een grote. Kijk, oh nee. Nee, oh, nou, die haal ik zo meteen wel even weg. Maar die grote, die kunnen we bij die boot neerzetten. Bij die piratenboot, die tussen iemand, ze botsen tegen elkaar. Hè? Dat is tenminste het verhaal. Dus ze moeten hier tussen, kijk dat, ze, dat je gewoon een, splons, een plons ziet, zo, plons. En die halen we even weg, want dat staat niet. Ik dacht, ik dacht het staat wel leuk, maar op zich, ja nee, niet. Um, even kijken, dan gaan we nu verder werken, want het wordt ook steeds langzaam donker. Dan verder werken we aan de wachtrij eigenlijk. Kijk, ik vind die wildwaterbaan, die is goed gelukt. Die uh, boomstammetjes bedoel ik, die is top gelukt. Dan gaan we ook een beetje werken aan de decoratie van hier. En dan gaan we de volgende aflevering natuurlijk mee door, want ik wil daar eigenlijk een paardje tussendoor maken. Dus een stukje van de, van de uitgang, tenminste als het kan, of ietsjes terug wil ik daar tussendoor gaan werken. En daar dan weer de attracties binnen gaan, in gaan zetten. Dus dan is zeker iets waar we de volgende aflevering na gaan kunnen kijken. Ik ga nu een beetje werken aan, die, uh, aan de wachtrij. Nog een figuurtje in het midden zetten. En dan uh, ga ik deze video zo langzaam aan het afsluiten. En dan hoop ik dat jullie weer genoten hebben van deze Planet Coast aflevering BNR World. En dan zeg ik dan voor het kijken, druk op duimpje gedaan. En dan zeg ik tijdens zoals nu later. Doei doei.